Op 1 oktober heb ik die gezien. Dat is een P-moer met veel markenlijnen erin. Twee markenlijnen, ik geloof de 24 keer de 36. En op 1.10 heb ik die gezien en toen zag de koningin er goed uit. En het volkje had toen redelijk wat varroa. Dus die zijn wel behandeld de winter in gegaan. Nou, laten we eens gaan kijken. Ik doe eerst even geen rook. Ik voel het volk even met de hand. Oh, dat gewicht is goed. Ja hoor. Zo, ja, gewicht is goed. Die hebben nog voldoende voer. Dus eigenlijk hoef ik hier helemaal niet in te kijken. En dit volk willen we wellicht als darrevolk gebruiken. Dus ze krijgen wel een klein beetje voer van me. Om de sterkte van het volk even te laten zien, gebruik ik eerst even geen voer. Nou, weer een mooie bak bijen. Bijen lopen ook door de hele kast. Dat is eigenlijk altijd al een goed teken. We zitten nu op 4 ramen. Oh. Dat het wat fris is, sla ik de bijen even af, dat ze niet onderkoeld raken. Zo, ik kijk heel kort even in het broednest. Dit is een schematische weergave van hoe de bijenkast nu gevuld is. In het grijs zie je de kantramen. Aan de rechterkant zie je 4 ramen met broed. Het bruin is broed. En links van het kantraam zien we 4 ramen met voer. Aan de rechterkant dus het broed. En daar heeft de koningin nog ruimte om te leggen. Dus we laten de broedruimte nu zoals die is. En over een week 2 zullen we die met 1 raam nog vergroten. Het liefst hangen we dan een raam met voer in de broedruimte. Zodat die niet gevuld wordt met stuifmeel of andere zaken, maar echt met broed. Ik trek de kast niet helemaal uit elkaar, maar even 1 of 2 ramen zien. Is het eerste raam, dus de buitenste raam van het broednest. En daar zie ik eitjes en larfjes. Buitenkant ook, helemaal, niet helemaal belegd, maar het een stuk wat open is, dus wat geen voer is. Ja, heel typisch natuurlijk dat die voer aan de achterkant zit en aan de voorkant zit dan het broed. Het broed zit altijd richting het vlieggat. Hier zien we wat gesloten broed. Ja, hier is al, dit broed is eigenlijk al volledig uitgelopen. Uitgelopen broednest en dat is opnieuw belegd door de koningin en aan deze kant eigenlijk hetzelfde. Dus deze heeft al 2 ramen met, laten we zeggen 70% broed. Derde raam helemaal broed, dus eigenlijk het midden van het broednest. Kijk heel kort even naar de bijen, hoe die eruit zien, of die er gezond uitzien. Ja, ik zie geen schade, ik zie ook inderdaad al wat jonge bijen lopen. En het vierde raam. Ook 3/4 gevuld met broed. Ja, dus deze kant loopt alweer helemaal uit. Dus dit is al de tweede broedzet. Hier zie je al dat het broed wat lichter is, hier wat donkerder. Dus dit is net uitlopend. Deze is al helemaal opnieuw belegd. En hier zien we dan de voerrand. Deze laat ik zo. Deze ga ik nog niet vergroten, want ze heeft naar achteren toe nog zeker 1/4 van een raam. Keer 4, dat is dus een heel raam dat ze kan vergroten. En ik heb liever dat de bijen wat krap en goed warm zitten dan dat ze wat ruim zitten. Maar dit ziet er om te beginnen al heel goed uit. 4 ramen broed nu is uitstekend. Nou, dit hier zien we een leeg raam, die kan er eigenlijk uit. Kan er eigenlijk uit. Dan moet ik alles even opschuiven. Nou, dit is een mooi volraam. Nou. En dit is ook een mooi volraam. Oké, nou, dan laten we dat zo. Ik schuif alles even op. Het broednest er tegenaan. Bijtjes zijn ook redelijk rustig, ondanks het koude weer. Er is een enorme hoeveelheid warmte die ik langs mijn hand voel stromen. Dus ik wil ook kort werken, want ik wil natuurlijk zo min mogelijk warmte uit de kast verliezen. Daar heeft de bijenvolk hier heel weinig last van als je maar kort werkt. En ze daarna weer een mooie warme ruimte geeft. Dat is nu natuurlijk veel belangrijker dan niks doen en ze gaan dood.
Of ze zitten juist minder warm. Hè? Dan zitten ze nu 2 minuutjes iets minder warm. Een keer 24 uur per dag veel warmer. Een mooi leeg raam. Mooi uitgebouwd ook. Die heb ik in het najaar nog gegeven. Dan gaat snel de deksel erop. En dan zitten ze weer lekker warm. Nou, heel blij mee hoe dit eruit ziet. Zo wil ik al mijn volken wel zien. Waarom heb ik nou wel die nectarpol? Want ik vertelde net dat dat eigenlijk een beetje onzinnig spul is om te gebruiken. Maar toch gebruik ik het nu zelf, omdat ik het heel goedkoop kon kopen. Dus ja, dat is, of het wel werkt of niet werkt, dat maakt niet uit. Het is in ieder geval suiker. En die vitamine, kan natuurlijk geen kwaad dat er wat vitamine in zit. En een beetje stuifmeel, baat het niet, schaadt het niet, zullen we maar zeggen. Maar in ieder geval voer ik ze nu, stimuleer ik deze een beetje. En dat doe ik omdat ik deze vroeg rijp wil hebben voor het aanzetten van darren. Omdat we die darren al vroeg in het jaar nodig hebben voor de KI. Dus deze krijgen wel een pakje voer. Niet omdat ze het nodig hebben. Deze hebben prima voer. Die heb ik goed ingewinterd. Dat in tegenstelling tot sommige andere volken. Die heb ik echt te weinig gegeven. Maar deze zien er goed uit. Nou, tot zover.